weer welkom bij een nieuwe video. Hoe langer je dan bent geworden, maar volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Wie een beter maakt zien vandaag? Stefan misschien? Ah. Subscribe to the YouTube channel en doe je best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video ga ik het hebben over het eindexamen. Want zoals jullie weten heb ik vorig jaar mijn examen gehaald. En dat heb ik in één keer gedaan zonder herkansingen. En in deze video laat ik 10 tips zien hoe ik dat heb gedaan. En één daarvan is hoe je legaal kan spieken. Ja, het kan echt legaal spieken. Dus blijf deze video sowieso kijken om die tip te zien. Vergeet ook niet te abonneren, zodat je geen enkele video van mij mist. Dus laten we beginnen met tip nummer 1. Deze tip kan je eigenlijk voor alle toetsen gebruiken, maar mij heeft die het meest geholpen met mijn examen. En dat is namelijk maak aantekeningen. Het klinkt best wel logisch, maar heb je een samenvatting in je boek. Haal daar wat dingetjes uit die je belangrijk vindt. Schrijf in korte woorden gewoon maak aantekeningen die je uiteindelijk ook kan gebruiken voor je samenvatting. Je kan het in een Word documentje zetten, maar mijn grootste tip is schrijf het gewoon op. Uit onderzoek is ook gebleken dat dit blijkbaar beter is of zo. Het is echt heel onverklaarbaar, maar het heeft mij ook heel erg geholpen. En het is gewoon chill, want het zit het in je hoofd en dan weet je het gewoon. Dan gaan we door naar tip nummer 2. En dit is schrijf na je proefwerk of SE kort op waar je toets nou over ging. Of in ieder geval de belangrijkste punten. Want dit zijn waarschijnlijk grote punten die terugkomen op je examen. De derde tip is, als je een samenvatting hebt gemaakt, wissel deze ook uit met een klasgenoot van jou die ook een samenvatting heeft. Zo kan je je samenvattingen vergelijken en kan je kijken of de een of de ander nog wat mist. Zo heb je aan het einde een complete samenvatting en mis je dus geen enkele stof. Tip nummer 4 is zoek een relaxed plek waar jij wil gaan leren. Dit kan op je kamer zijn, dit kan een plekje op school zijn, maar je kan ook denken aan een openbare bibliotheek of een parkje waar je het heel gezellig altijd hebt. Maar zoek een chille plek waar jij je veilig voelt en chill voelt, want dan neem je ook de stof beter in je op. Dan is tip nummer 5 denk ik wel echt een van de pijnlijkste voor elke student. Dat is namelijk, leg deze vriend heel ver weg, of in ieder geval in een andere kamer. Zelf heeft het me wel heel erg geholpen om hem gewoon weg te leggen. Want ik ben heel erg geneigd om, als er een pingeltje of een biepje, ik moet kijken wat het is. Weet je, als je dat niet hebt, als hij weg ligt, dan heb je er ook geen last van. En ik heb ook mijn smartwatch afgedaan. En leg hem gewoon weg, zodat je rustig kan leren. Dan gaan we door naar tip nummer 6. En dit is maak ezelsbruggetjes. Zelf heeft het me enorm geholpen, vooral bij geschiedenis en de jaartallen vond ik heel moeilijk om te onthouden. Maar door een bepaalde ezelsbruggetje heb ik alles kunnen onthouden, dus doe dat zelf ook vooral. Tip nummer 7 is maak proefexamens online, of in ieder geval examens die voorgaande jaren geweest zijn. Dat kan je op examenblad.nl doen. Hier staan alle examens van elke niveau van voorgaande jaren. Zelf heb ik er enorm veel gedaan en het heeft me enorm geholpen. Want ik herkende bepaalde onderwerpen die in elk examen terugkwamen. En ook weer op mijn eigen examen terugkomen. Dus zo weet je ook al een beetje ongeveer wat voor vragen er gaan komen. En je leert, de bepaalde soort vraagstelling kennen. Heb je nou ook nog dyslexie? Heb ik nog een extra tip voor als je die oefenexamens gaat maken. Nou, ik ben nu bezig met mijn oefenexamen van Nederlands. Jee, leuk! Maar omdat ik dyslexie heb, lees ik de tekst dus vaak verkeerd. Als er bijvoorbeeld duidelijk staat, lees ik onduidelijk, waardoor dus de hele tekst anders is en mijn vragen standaard, zeg maar, mijn antwoorden standaard fout zijn. Als het voorgelezen wordt, heb je daar natuurlijk geen last van. En hier heb ik een heel handig apparaatje voor. Dat is namelijk de OrCam Read. En ik zal me even laten zien hoe je werkt. Super handig, dus hij leest gewoon de tekst voor. Ik heb hier een hele video over gemaakt, dus als je geïnteresseerd bent, zou ik hem in het i'tje zetten, zodat je die video ook kan bekijken. En laten we dan nu weer verder gaan met mijn Nederlands oefenexamen.
Natuurlijk heb ik ook nog wat tips voor jullie voor tijdens je examen, dus als je ermee bezig bent. Dus dat is ook meteen tip nummer 8. Neem een flesje water mee. Dit is toch wel even chill. Als je moeilijke vragen hebt, je weet niet precies wat je moet doen, kan je gewoon even een flesje water pakken, neem je een slok, kan je hoofd even rusten, ga je weer door. En ook als het heel heet is, krijg je misschien een droge mond. Het is toch even lekker om dat koude flesje water bij je te hebben. Dan komen we bij de laatste twee tips. En deze twee zijn echt het belangrijkste, vind ik zelf. Dat is namelijk, gaan we door naar tip nummer 9 is dit. Als je je examen hebt gemaakt en je hebt nog wat tijd over, schrijf dan op je vragenblad je naam en je klas. Want je mag namelijk je antwoorden op je vragenblad schrijven. Zoals je ziet heb ik dat zelf ook gedaan. Deze mag je namelijk aan het eind van je examen mee naar huis nemen. Ook aan het eind van de middag komen je antwoorden van je examen online te staan. Dus dan kan je hem nakijken en dan kan je een beetje globaal kijken van heb ik alles goed? Komt het wel goed? En mij gaf het een heel chill gevoel dat ik zat van ik heb vrij veel vragen goed nog gedaan. Zodat ik chill het volgende examen inging. En ook als je dat gevoel hebt van ik weet niet zeker of ik deze toets goed heb gemaakt. Dan kan je zo dus een beetje checken of je gevoel klopt. Dan zijn we bij de allerlaatste tip en dit is tip nummer 10. Dat is namelijk legaal spieken. Zoals ik al zei aan het begin van de video, het klinkt heel raar, maar het kan echt. Je mag namelijk bij elke toets, elke examen, een woordenboek meenemen. En vooral voor de talen is dit heel erg handig. Je kan natuurlijk zoals deze een Engels-Nederlands woordenboek meenemen, maar ook Nederlands-Engels. Maar ook voor andere talen mag dat natuurlijk gewoon. Maar je mag hem ook bij je scheikunde of bij je geschiedenis of echt bij elk examen mag je een woordenboek meenemen. Zoals er een moeilijk woord staat in je tekst of in een toets kan je hem heel makkelijk gewoon even opzoeken als je daar de tijd voor hebt. En het is gewoon chill dat je gewoon een soort extra speakbriefje bij je hebt. Doen er natuurlijk geen echte speakbriefjes in, want er wordt tijdens je examen even zo globaal door je boek heen gekeken of er geen echte speakbriefjes in zitten. Maar mij heeft het enorm geholpen, ook gewoon omdat het chill is dat het op je tafel ligt, dat je zit van als ik in de stress raak, kan ik het erbij pakken om het op te zoeken. Dus neem hem echt mee. Nou, zoals ik al zei, heb ik zelf mijn examen in één keer gehaald. Onder andere door deze 10 tips. En ik was heel erg spannend, want ik wist niet zeker of ik wel geslaagd was. Dat komt natuurlijk, heeft iedereen die twijfelt natuurlijk aan zichzelf soms. Maar ik heb een stukje gefilmd dat ik het belletje kreeg, dat ik te horen kreeg dat ik geslaagd was. En ik heb een stukje gefilmd bij mijn diploma-uitreiking. En dat wil ik ook nog even aan jullie laten zien, zodat jullie echt kunnen zien dat ik echt geslaagd ben. Nou, het is nu bijna 5 uur en 5 uur is de tijd wanneer de gezakten worden gebeld. Dus nu wil ik niet gebeld worden, want dan ben ik natuurlijk gezakt. En daarna gaan ze meteen de geslaagden bellen. Dus ik hoop dat ik ongeveer rond 5:30 word gebeld. En dan hoop ik dat ik geslaagd ben. Wacht. Hallo? Hallo Kim, ik ben meneer Knet. Hallo. Hi, jij zit ergens op te wachten zeker? Ja. Ja. Dan moet ik zeggen, daar heb je niet voor niets zitten wachten, want je bent in één keer geslaagd. Yes! Je hebt geen één onvoldoende. Dit is een hele mooie lijst. Oh, ik ben heel blij! Nou, ik heb net gehoord natuurlijk dat ik geslaagd ben en onze familie komt al meteen langs. En ik heb van mijn tante een taart gekregen. Hij is echt super mooi. Deze heeft ze zelf gemaakt. En samen maken we ook altijd taart. Dus ik vind het echt super lief dat ze deze langs kwam brengen. Nou, het is de laatste keer dat ik vandaag naar school mag gaan. Het is namelijk mijn diploma-uitreiking. Vandaag krijg ik dus mijn diploma en ben ik echt officieel klaar hier op het Trias. Ik vind het wel super jammer, want ik heb echt hele leuke docenten en klasgenoten gehad. Dus eigenlijk allemaal een shout-out naar jullie. Maar het was super gezellig dit jaar. Dus dit is een mooi om het te afsluiten natuurlijk. Ja, we hebben een soort walk-in. Dus ik krijg nog een woordje van mijn mentor volgens mij. En we hebben een jaarboek. En ik krijg dus mijn diploma. Dus heel veel leuke dingetjes. En ik zag al wat klasgenootjes staan. Dus nou ja, ik ga er lekker van genieten. En ik vond het gewoon een heel leuk jaar. Nou, het is klaar. Ik heb mijn diploma bij me, ook een jaarboek nog gekregen.
Het was echt super leuk. Heel veel lieve woordjes van docenten gehad. Dus ik ga nu lekker naar huis, nog een taartje eten. En dan kan ik echt van mijn vakantie genieten. Dus met al deze tips wil ik jullie heel veel succes wensen met jullie examen. Ik hoop ook dat jullie het allemaal in één keer halen. Laat het vooral weten in de reacties onder deze video of je nog wat hebt gehad aan deze tips. En of je zelf ook geslaagd bent. Dus vond je het een leuke video? Doe natuurlijk zo veel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk een leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!